Hallo allemaal, ik ben Van der Boezekool, schelpenverzamelaar bij HCS Company. En met dit mooie weer denken we natuurlijk allemaal aan zon, zee, strand, schelpen, shells, gnome shell. Dus wat ik deze week met jullie wil doen is kijken naar wat handige gnome shell extensies die ik eigenlijk elke dag gebruik. Van ik denk dat andere mensen ze misschien ook fijn vinden. Dus laten we niet een terminal erbij pakken, maar een gnome shell erbij pakken. Dit is een standaard Fedora 38 Silver Blue systeem. Het eerste wat ik ga doen is mijn Shell Extensie Manager pakken. Dus als ik nou extensies zeg, dan zie ik die twee keer. Ik heb extensions, dat is de standaard GNOME extension, dat is de groene. Maar ik heb ook de blauwe, dat is Extension Manager. Die kan je op Flathub downloaden. En die lijkt heel erg op de gewone GNOME Shell extensions. Behalve dan dat je naast het managen van je extensies, het verwijderen, het installeren, het aan-uitzetten, het naar de instellingen gaan, ook een stukje browse hebben, waar je gewoon dezelfde functionaliteit hebt als op de extensions.gnome.org website, waarbij je makkelijk kunt zoeken door de verschillende extensies heen. Dan kan je de extensies hier bekijken. En dan kan je net je ding doen als ze screenshotjes laden en alles, dat je die goed kunt zien. Als je ze groter wil hebben, laat je hem groter worden. Ja, dat je mooi kan zien wat het allemaal doet. Ja, gewoon de omschrijvingen erbij, rechtstreeks de installknopjes. Dat scheelt, dan hoef je niet een extensie in je browser te hebben die dingen op je systeem mag aanpassen, want dat willen we natuurlijk niet. We houden van sandboxing. Extensions Manager is daar een prachtige applicatie voor. Maar laten we kijken naar de extensies die ik geïnstalleerd heb. Ik heb ze allemaal al geïnstalleerd staan. System Extensions zijn gewoon de GNOME Shell extensies die meegeïnstalleerd zijn met je systeem. Die staan gewoon in user share, bladibladibla. En dan kan je dingen doen als places status indicator aanzetten. Die heb ik meestal wel aan. Heb ik nu hier in mijn menubalk heb ik places erbij staan. En dan heb je gewoon de standaard locatielijst die je ook in je GNOME File Manager had. Waarom ik deze standaard aanzet? Niet om makkelijk naar mijn File Manager te gaan. Maar op het moment dat ik een externe disk inplug, dan kan ik hier hem ook netjes tegelijk uitwerpen. Krijg je daar een mooi knopje voor. Dus dat scheelt, hoef ik niet eerst weer een file manager te openen om dat te doen, op de command line wat in te typen. Ja. Background logo, die zet gewoon dat Fedora logo over mijn achtergrond heen. Dus als ik ga kijken naar een lege workspace, dat Fedora logo hier rechtsonder, dat komt door dat background logo. Je mag je eigen logo erin zetten. Op een normale desktop heb ik natuurlijk een prachtig HCS logo erin staan. Maar de user installed extensies, ik heb er vier. En dat zijn de vier die ik eigenlijk op elk systeem altijd erbij zet. Laten we beginnen met cafeïne. Nou, ik hou van cafeïne, ik hou van koffie. Wat hij gedaan heeft, heeft dat kleine icoontje hier rechtsboven voor me erbij gezet. Van dat koffiekopje. Ik heb nu de damper boven staan. Ik kan hem aan of uitzetten, gewoon met de grote knop hier. Cafeïne uit, cafeïne aan. Als hij uitstaat, kan ik ook zeggen, we gaan aan voor 30 minuten. En dan komt netjes het timertje eronder, dan zie je hoe die loopt. Wat doet die nou? Nou, moeten we de timer wel weer uitzetten. Infinite. Aan, uit. Die zorgt dat je scherm niet gelokt wordt, dat hij niet naar de screensaver gaat, dat hij niet naar blanking gaat. Dat is af en toe handig. Als je bijvoorbeeld een video gaat opnemen en je wil niet, omdat hij geen input gezien heeft, terwijl je aan het praten was, ondertussen je scherm uitgooit. Of als je een presentatie moet gaan geven. Als we naar de instellingen van cafeïne gaan, dan kan je zeggen dat hij, als je een app fullscreen zet, dus met F11 of gewoon fullscreen, dat hij standaard zichzelf aanzet. Remember steeds, zorg dat hij tussen herstarts van je systeem of uitlog inlog onthoudt hoe je, of je hem aan of uit had staan. Je kan hier timertjes, kan je een custom timer er toevoegen. Je mag een shortcut toevoegen als je dat wil. Kan je met display zeggen of je hem wel of niet in je statusbalk wil zien. Je hebt altijd, nooit of alleen wanneer hij actief is. Of je de timer moet laten zien hier in de toppanel. Dus als ik hem hier nou op een timer zet, ik zet hem op 30 minuten. Dan zie je dat hij rechtsboven die timer erbij zet. En dan heb je natuurlijk de positie van waar in het lijstje links, rechts moet hij komen te staan. En dan heb je ook nog apps. En dan kan je een applicatie toevoegen. Net add. En dan mag je gewoon gaan kijken. Dan gaat hij al je dingen doen. Dan kan ik bijvoorbeeld zeggen dat als Firefox actief is, dat hij automatisch cafeïne gaat aanzetten ook. Dus dan kan je bijvoorbeeld zeggen van, ik draai LibreOffice Impress, of wat jij ook gebruikt voor je presentaties. Als die actief is, automatisch cafeïne aan. Nou, wil ik niet, dus ik haal hem er weer uit. Dat is mijn eerste, cafeïne.
erg hard aan te raden. Er zijn ook wat variaties op met een andere naam die hetzelfde doen. Caffeine is degene die al lang bestaat. Ik gebruik hem al jaren. Tweede, niet echt super nodig, maar hij kan heel fijn zijn als je presentaties geeft. Bijvoorbeeld als je online presentaties geeft ook. Dat is Draw on your screen. Als je gaat zoeken met Browse en je zoekt op Draw, dan gaat hij hem vinden. Draw on your screen 2. Kan je installeren. Wat hij nou doet is, ik druk nu Super Alt D of een andere toets die je wil. Dan zien we er onderaan. Press F1 voor help. Nou, we kunnen ook Ctrl F1 doen. Maar ik mag nu met mijn muis op het scherm tekenen. Super Alt E is verwijderen. Rechter muisknop. En je krijgt ook een menu. En daar staat ook gewoon je help tussen. En al je toetsen die je kan doen. Kleurtjes aankiezen. Wat je maar wil. Dus je kan zeggen dat hij je panel en dock moet verbergen als hij bezig is. Nou, dan zie je gewoon je achtergrond. Je kan een achtergrond toevoegen aan je tekening. Dan wordt het helemaal zwart. Je mag een grid eroverheen zetten. Je ziet waar je aan het tekenen bent. Je kan je tekeningen ook opslaan. Je mag kleurtjes kiezen. En in plaats van tekenen kan je ook zeggen, ik wil polygoontjes maken. Of rechthoeken, of cirkeltjes, of tekst. Of wil plaatjes toevoegen, of ik wil dingen vergroten. Gewoon wat je gewend bent van een tekenprogramma zit hier gewoon in. Je kleurenpalet mag je zelf ook editen in je extensie. En dan kan je gewoon lekker op je schermteken kan je zeggen van hier, draw on your screen 2. Nou, Ctrl-Z is gewoon een doel. Kan ik ook zeggen van jongens, kijk hier eens. Dus kan tijdens een online presentatie kan het helpen om dingen op die manier te laten zien. Als je naar de instellingen gaat van Draw on Your Screen, moet er wel eens de Super Alt D Draw on Your Screen weer verwijderen ook. Heeft een heleboel instellingen. Je hebt de toetscombinatie Super Alt D om erin en eruit te gaan. Je kan de muiscursor laten grijpen dat je niet naar een ander programma gaat. Super Alt E verwijderen. En dan zie je hier gewoon al je hotkeys. En als je erop klikt mag je ze aanpassen. Dus we hebben gewoon Ctrl-Z voor undo. Delete voor het laatste ding verwijderen. Ctrl-S dingen soepeler maken. De verschillende tools selecteren hebben allemaal hotkeys. Als je dit vaak gebruikt kan je ze gaan leren. Ik zit meestal gewoon in het rechter muisknop menu omdat ik het niet zo vaak gebruik. Maar ook Ctrl-F1. Ik had het er net al over. Hij zegt ook press for help. Maar doen we nou Ctrl-F1. Dan zou de hulp moeten komen, maar die heb ik al maar ergens anders naar gerebound staan. Dus dat werkt in dit geval niet. Maar je hebt de help die je kunt pakken. We hebben een andere die ik heel fijn vind, dat is Gtile. Nou, als we gaan browsen, als we gaan zoeken op Gtile, er is er maar eentje als we zouden leren typen. Af en toe is die zoek niet wat je zou verwachten, maar je kan Gtile vinden. Ik heb hem al geïnstalleerd staan. Maar net of je op Recent of Popularity staat. Het zoeken vanuit Extension Manager is niet altijd perfect. Maar als je weet wat je wil, kan je hem wel gaan vinden. Hij is nu even moeilijk aan het doen voor mij. Gtile is een hele handige applicatie. Die maakt mijn GNOME Shell een beetje een tiling window manager. Wat is dat nou? Netjes vensters op elkaar laten aansluiten, netjes verdelen. Een beetje TMUX voor je grafische vensters. Standaard is Super Enter of Windows toets Enter. Is het menuutje hier voor Extension Manager. Dan kan ik met Shift en Cursor toetsen. Kan ik mijn vensters naar links en rechts groter en kleiner maken. In principe hebben we een standaard 8x6 grid gesteld. Cursor toetsen verplaatsen. Enter neerzetten. Maar ik kan andere grootte grid kiezen. Als ik nu zeg 4x4. En ik ga verplaatsen. Dan zie je dat hij nu netjes in een 4x4 grid zit. Ik heb hem zelf meestal op 8x6 staan. Dat vind ik wel makkelijker. Hij heeft ook wat andere opties. Om gewoon automatisch vensters voor me te tilen. Eentje links, de rest ernaast. Als je minder vensters open hebt, is het minder interessant natuurlijk. Dit is voor je display. Maar wat je ook hebt, zijn keyboard shortcuts. En daarvoor moeten we even naar de instellingen van Gtile gaan. Die heb ik nog openstaan hier. En dit zijn waren de extensies van. Ja, nu de preferences van Gtile. Ik had de preferences van Draw on Your Screen nog openstaan. En dan heb je hier een paar basic dingen zoals Auto Close on Resize. Dus als ik met Enter een ding neerzet, dat hij zichzelf weer sluit. Dat keyboard shortcut doen, of de animatietjes moeten doen. Show icon staat standaard aan. Dan krijg je hierboven zo'n icoontje om op te klikken om het zelf te openen. Die heb ik meestal uitstaan. Ik hou niet van vervuiling in mijn iconen. Wat standaard uitstaat is Global Auto Tiling Hotkeys. Of Global Resize Presets.
die wil je standaard aanzetten. Hè? Want dan kan je gewoon heel fijn gaan doen met je toetsenbord dingen naar plaatsen gooien. Hè? En dan kan je onder de accelerators, hè, kan je kijken, accelerators, wat het is. Even opletten, preset resize 1 tot en met 9 staan standaard op Alt Super KP 1 tot 9. En dat is keypad 1 tot 9. Heel veel mensen hebben laptops. Laptops hebben geen keypads. Vaak heb je niet een extern toetsenbord ingeprikt zitten. Of je hebt een wat kleiner toetsenbord ingeprikt zitten. Ook zonder numpad. Dus die heb ik allemaal aangezet naar Alt Super 1 tot en met 9. Zonder de keypad 1 tot en met 9. Want dat zijn aparte toetsen. Wat is dat dan? Nou, bij resize presets hebben we hier een lijst. En dan hebben we hier 1 tot en met 9 ben ik in geïnteresseerd. En die zegt van, we hebben hier steeds dingen die zijn in komma's gescheiden. En die bestaan steeds uit 3 stukken data. We hebben eerst 4x4. Wat voor een grid gaan we het scherm in verdelen? Dan hebben we de linkerbovenhoek. De linkerbovenhoek van je scherm is 1-1. De rechteronderhoek van je scherm is, nou in dit geval 4-4, omdat we op 4x4 hebben staan. En dan de rechteronderhoek. Dus ik heb op een grid van 4x4, linkerbovenhoek 1-3. Rechteronderhoek 2-4. En dan hebben we er nog een paar. En dat is bijvoorbeeld 1-2 en 1-1. Elke keer een andere gridgrootte. Wat betekent dit nou? Nou, als ik hier uit die preferences wegga. Laten we eens even sluiten. Ik pak hier gewoon dit venster en ik doe Super Alt 1. En zet die in een grid van 4x4. Zet die hem linksonder. Doe ik nog een keertje. 1, iets groter. Nog een keertje, heel groot. En dit komt overeen met de hoeken op je keypad. Dus 2 is middenonder. 3 is rechtsonder. 4 is links midden, 5 is het midden, 6 is rechts, 7 is linksboven, 8 is middenboven, 9 is rechtsboven. En door vaker op die te drukken, redelijk snel achter elkaar, ga je dus door die verschillende presets heen naar de verschillende groottes. Dus aan het begin van de video zag je me zoiets zo naar het midden zetten. Nou, dat doe ik met Super Alt 5. Dit gebruik ik heel veel, want ik heb een groot scherm voor me staan hier. Ik heb meerdere vensters tegelijk open. En ik kan gewoon makkelijk door met super enter en dingen te verplaatsen, groter, kleiner maken, kan ik dingen netjes neerzetten waar ik wil. En voor de vaste posities als linksonder doe ik gewoon super alt 1, rechtsboven super alt 9. En op een klein 1920x1080 schermpje als dit wil je misschien meer dingen naast elkaar tilen. Dus als ik hier nog een paar vensters open, ik neem ook een terminal bijvoorbeeld, dan kan ik ook gewoon zeggen super enter M om ze naast elkaar te zetten. Dan is de main venster links. Maar ik kan ook zeggen super enter 1. Of super enter 2. Om door verschillende standaard layouts heen te switchen ook. Met kolommen. 1 is 1 kolom. Dan staan ze boven elkaar. 2 is 2 kolommen. 3 is 3 kolommen. 4 is 4 kolommen. 5 is 5 kolommen. Dus als je zo'n super breed scherm hebt, kan je makkelijk alles naast elkaar zetten op deze manier. Dus ik vind Gtile zelf een hele fijne extensie voor dit soort dingen. Laat deze in het midden zetten. Laatste extensie om naar te kijken. Die heet Unite. Die is gebaseerd op wat mensen vroeger op Ubuntu met Unity deden. Unity was de desktopomgeving van Ubuntu voordat Ubuntu naar GNOME ging. Sommige dingen eraan waren niet zo fijn. Andere dingen vonden mensen wel heel fijn. En wat Unite doet, is die geeft je gewoon een hele lading instellingen voor GNOME Shell, waar je eerst meerdere extensies voor gebruikte om dat goed te zetten. Dat je nu allemaal in één ding hebt, dus dan heb je maar één extensie nodig. Dus ik kan bijvoorbeeld extend topbar left box. Nou, kijk naar die zwarte balk bovenaan, wat erop gebeurt als ik erop druk. Betekent dat, omdat die zogenaamd dat activities, places, extensions hier linksboven heel breed gaat maken, dat mijn datum en tijd en mijn notificaties naar rechts vliegen in plaats van het midden. Nou, die wil ik wel gewoon in het midden. Zo ken ik dat. Krijgen nieuwe vensters automatisch focus, dus toetsenbord en muis input. Moeten we systeemtray icoontjes hierboven laten zien. Dus stel dat ik een Dropbox draai of zo, dan had je vroeger App Indicator, KST, dat is Notifier extensies voor. Dat doet die voor je. Ik kan mijn desktopnamen bovenaan laten zetten als ik mijn desktopnaampjes gegeven heb. Dus als ik verschillende desktops zo met super alt links rechts doorheen ga en ik geef ze naampjes, kunnen die er bovenin komen. Moeten we titelbalken van vensters verbergen? Moeten we de open- en sluitknopjes van mijn vensters hierboven in die titelbalk zetten? In de GNOME-balk in plaats van in mijn venster. Window buttons.
kan zeggen dat voor gemaximaliseerde vensters wil ik dat, of ik wil het voor getilede vensters, of ik wil het altijd, of ik wil het nooit. Notificaties, moeten die in het midden, moeten die links, moeten die rechts. Dus een paar kleine dingen voor layout, maar dan onder appearance kun je kiezen of die icoontjes rechtsboven of die allemaal naar grijsschaal omgezet moeten worden. Of die drop-down pijltjes die daarnaast staan, of die verwijderd moeten worden normaal. Nog een applicatiemenu icoontje. Dus wat hier staat bij extensies, heb ik mijn applicatiemenu. Daar een icoontje van moeten verwijderen. Of ik moet zorgen dat dingen bovenin wat minder ver uit elkaar staan. Ja, graag. En dan kan ik mijn desktopnamen kan ik hier gaan instellen. Ik kan zeggen hoe breed mijn applicatiemenu maximaal is. Waar mijn applicatiemenu ellipsis moet zitten als het te groot wordt. Waar de knopjes moeten komen te staan bovenin als ik ze daar heb staan. En wat thema ik wil voor mijn knopjes in die balk ook. Nou, dat kan je allemaal kiezen. Dus dit is gewoon in één keer een hele hoop instellingen waar we vroeger anders meerdere extensies voor gebruikten om het dingen wat fijner te maken. Dus dat zijn de vier extensies die ik het meeste gebruik. Ik heb er op mijn desktop nog meer openstaan, maar dat zijn vaak kleine dingetjes voor temperatuur van mijn CPU laten zien en alles. Of een indicator voor OBS en dingen. Dit is wat ik op bijna elke desktop die ik ooit gebruik bijna standaard erin zet. Cafeïne om mijn scherm aan te houden. Moet je natuurlijk wel oppassen dat je hem niet altijd aan laat staan of dat je zelf lokt als je wegloopt. Draw on your screen voor tijdens presentaties. Noem een snorretjes tekenen op mensen tijdens Teams. G-Tile om vensters makkelijk heen en weer te zetten. Ja, dan heb je meer keuze dan alleen maar super links, super rechts. En Unite om gewoon wat kleine dingetjes te doen als een statusstreep terugkrijgen, icoontjes grayscale maken, etc. Dat was hem alweer voor vandaag. Ik hoop dat jullie er wat aan gehad hebben. Dus heb je zelf een eigen favoriete genomen extensie? Laat het ons even weten in de comments. Kunnen we er ook naar kijken. Zeg je van, nou, ik vond deze video leuk. Klik op like. Vond je hem niet leuk? Klik ook op like. Wil je er meer van zien? Klik op subscribe. Wil je er minder van zien? Klik ook op subscribe. En dan wens ik je een hele prettige zomer toe nog. Tot de volgende week. Onthoud, HCS Company. Ook voor Gnome Shell. Tot ziens.